Atlas Ship Delivery took on the challenge to complete the conversion and transportation of the four living quarter barges that will service as accommodation units to the offshore industry in the Caspian Sea. For each barge, a tight schedule of 16 weeks has been calculated to complete the job. From the point of view of sea, it's called offshore, but really it's a shallow water, what they call, because we have 4 meters of water. So we need vessels like this that have not a big draft. That's one of the points that are constraints for having vessels built expressly for this field. Time is a very important issue due to reasons which we are not controlling, which is the canals we have to cross in order to get to the Caspian, which are going to be closed at some stage once the ice builds up and will stop navigation. So we have to go into the Caspian before that happens. For Captain Jan van Driel, the challenge against the clock starts in the Netherlands, where used vessels are transformed from scratch into operational accommodation barges. Within a period of 13 weeks, Atlas Marine engineers and consultants completed the conversion and construction of the two barges in the Netherlands. With only 3 weeks left, the team is finalizing construction and prepare for commissioning, transport, and finally recommissioning in Constanta, Romania. Dit is een totaal nieuw concept wat we op een andere manier gaan aanpakken in combinatie met de werven. En daar heeft Atlas duidelijk de lead in genomen in de technische uitvoering en de controle van het hele schip. Ja, en gezien de eerdere performance die we met andere schepen gedaan hebben, werd gevraagd door de eigenaren, willen jullie dan ook het schip transporteren? En gezien het resultaat wat we nu neergezet hebben, hebben ze ons ook gevraagd om de hele recommissioning op ons te nemen. De laatste weken voor de oplevering. Ja. Nou, dit is altijd, dat zijn de hectische weken. Dan probeer je het meeste in zo weinig mogelijk tijd te proppen. Alles moet in bedrijf gesteld worden. Dat is een boel werk. Wat je wel meemaakt als er bijvoorbeeld er gaat iets missen. De pomp draait niet, er valt stroom uit. En dan ter plekke even iets oplossen, iets oplijnen. En toch verder kunnen werken. En storing zoeken en ja. Nou, hier zijn we in de machinekamer. We hebben 3 generatoren draaien die alle stroomvoorzieningen van het schip doen. Tevens hebben we aan die kant een vuilverbranderinstallatie staan voor het verwerken van alle afvalstoffen van het schip. Het wordt op 1000 graden verbrand. Warmwatervoorziening staat hierin. En het hele koel- en vriesgebeuren hebben we een aantal compressoren in de andere kant van de machinekamer staan. En daarboven staat een koud watersysteem voor de airconditioning. En zoals je hoort zijn we met testen van de alarmen bezig. Het schip wordt afgenomen. Ja. En mijn collega Martin Bol die zei al van ik ga nog even douchen. Waarmee hij aanzegt van ik wil een douche testen. Dat gaat natuurlijk niet echt gebeuren. Maar alles wordt getest nu vandaag. Nou, in het hele proces zijn verschillende fases te onderscheiden. En iedere keer als er een oplevering komt of als we vertrekken of als we moeilijke passages hebben, vallen er dingen mee en tegen. Maar het is vaak dat in het project de partijen de schouders bij elkaar steken en zeggen van hoe gaan we dit oplossen. En dat is het mooie van een samenwerking waarbij het klikt. En waarbij partijen die verstand hebben van zaken ook met elkaar werken. Ja, het schip is veel te hoog voor om het langs de rivier te transporteren. Dus gaan we morgen worden alle units worden hier op de kant geplaatst. Ze gaan de modules pakken in een bepaalde volgorde die van tevoren bepaald is. Ja, dat heeft met gewichten te maken voor het laden in de binnenvaartschepen. De modules worden aan de wal gezet. Zo gauw alles aan de wal staat, gaat het casco eruit, wordt buiten neergelegd. Morgenochtend komt het eerste binnenvaartschip
naar binnen toe of morgenmiddag. Ja. En dan worden in dezelfde volgorde zoals we in Constanza de zaken op willen gaan bouwen, worden de schepen beladen. Er kan nooit geen misverstand in de volgorde, want je ziet dat de modules lijken allemaal op elkaar. Maar er kan geen misverstand in zijn, want aan de onderkant van de modules zijn ze allemaal verschillend, zijn ze allemaal uniek. Het, alle leidingwerk en elektrische bekabeling van het schip lopen onder de accommodaties door. Over de hele breedte van het schip ligt al het leidingwerk en alle bekabeling. After an intensive construction period, a second challenge is ahead, the continental water transport. Getting both barges, the Puccini and the Verdi, on time to Constanta, Romania. Het is heel spannend. We hebben te maken met de lage waterstand op de Rijn en we hebben te maken met de lage waterstand op de Donau. We hebben al links en rechts sleepboten en duwboten, van alles en nog wat geregeld, maar er is veel mogelijk. Maar sommige dingen zijn echt onmogelijk, dus dan moeten we echt een klein beetje hopen op regen. The first leg is going smoothly until the barges arrive in Regensburg, Germany. Drama starts when low water levels put a stop to the transport. After a week, the water level is up and the barges continue their journey. Now fingers are crossed for a timely delivery, knowing that another six border crossings could cause another delay.